Sandro, een zwaar bevochten punt, denk ik. Ja, dat kan je wel stellen, denk ik. Ja, als je de laatste 5 minuten ziet, dan hebben we wel een beetje mas gehad. En bleef je hart, of doet je hart het ook nog? Of? Ja, nou ja, nu wel weer. Nu ben ik weer rustig. Maar ik weet niet wat er gebeurde de laatste paar minuten, maar ze kwamen aan alle kanten op ons af. Dat hebben we niet goed gedaan. Maar de rest van de wedstrijd denk ik dat we best aardig hebben gedaan. En sowieso een punt pakken bij Feyenoord is gewoon een goed resultaat. Jullie kwamen snel op voorsprong. En dan? Ja, nou ja, de eerste kwartier deden we het gewoon goed. Ze kregen geen druk op ons. Daarna gingen zij wat anders druk zetten. Ze wat sneller naar voren. Ja, kregen zij gewoon de overhand. We geven niet heel veel weg. Twee penalties. Maar, ja, ik heb ze niet teruggezien, maar volgens mij beide best wel licht gegeven. Maar ja, komen ze op 1-1. Ze creëren niet gek veel de eerste helft. Maar ja, het eerste kwartier was heel goed, daarna zakte het iets weg. Hoe was het in de rust? Ja, rustig. Gewoon waren op zich tevreden over het eerste kwartier natuurlijk. En daarna, wat ik zeg, we probeerden weer zo te gaan spelen als de eerste helft. En dat hebben we proberen om te zetten. En al met al tevreden met het punt? Ja, absoluut. Vanochtend willen jullie wel speciaal toegejuicht, denk ik? Ja, volgens mij... Ik denk op 10 viaducten stonden allemaal supporters met vuurwerk, met fakkels, met van alles. Ja, dat was heel mooi. Hoe is dat voor jullie als spelersgroep in de bus? Ja, vanuit de bus is het leuk om te zien. Zij zien ons niet, maar wij zien het wel en dat wordt gewaardeerd. Top, dankjewel.